Hoi, ik ben Daphne, ik ben 22 jaar, ik zit op het Alberda College in Rotterdam en ik doe de opleiding junior stylist. Ik heb de opleiding gekozen omdat ik het heel leuk vind om creatief bezig te zijn en ik hou ook heel veel van kleding, zoals je misschien wel kan zien hierachter. Je bent op school heel veel bezig met tekenen en met de computer en dat zijn allebei wel dingen die je heel erg leuk vindt. Je moet dus in alle drie de jaren stage lopen en van elke stage leer je eigenlijk wel iets. Je hoeft niet bij elk stage hetzelfde te doen. Er zijn heel veel verschillende werkzaamheden die je kan krijgen of die ze vragen aan jou om te doen. Maar van elke stage leer je er wel iets bij. Ik heb nu even Illustrator opgestart. Daar werk je heel veel mee op school. Dat is gewoon tekenen op de computer eigenlijk. Hier een voorbeeld van een hoodie die ik getekend heb. Hier moesten we dit detail er zelf in maken. Je hebt ook het vak modegeschiedenis, modekennis wordt ook wel genoemd. Daar leer je gewoon hoe de stijlen van vroeger in elkaar zaten en wat er nu weer terugkomt, wat je vroeger ook zag. Ja, dat is gewoon eigenlijk goed in je hoofd stampen en daar moet je dan soms verslagen van maken, maar ik vind het zelf wel een heel leuk vak. Dan heb je natuurlijk ook nog de vaste vakken, Nederlands, Engels en rekenen. Textielwarenkennis, daar leer je waar stoffen van gemaakt zijn, welke kledingstukken van welke stof gemaakt zijn en waarom dat dan zo is. En we hebben nog het vak productie. Daar leer je het hele productieproces, wat er allemaal bij komt kijken. Waar het naartoe wordt verzonden en hoe dat dan het makkelijkst gaat en dat soort dingen. En wat er allemaal aan het kledingstuk zit, zoals ritsen, knopen, hoe je dat allemaal moet doen. Als je nog vragen hebt, kan je je daarvoor aanmelden op de Open Huis website. Dan kan je contact opnemen met mij en dan beantwoord ik al jullie vragen. Leuk dat je gekeken hebt naar deze video en ik hoop jullie snel te zien op onze school als dit allemaal weer voorbij is.